welkom bij het Dramalokaal. We kijken in een korte serie terug op de voorstelling Het Bos van de Dode Liefjes. En ik heb naast mij twee spelers zitten uit de voorstelling. Dagmar en Bjorn. En jullie allebei een hele verschillende rol in het stuk. Kun jij vertellen wie jij speelde in de voorstelling? Nou, ik speelde Mechthild. Dat is een relatietherapeut. En die heeft een hele drukke rol in het stuk. Oké. Okay. En daartegenover, Bjorn, ja, jouw personage heet Theo. Het is een beetje een man in een midlife crisis die een beetje naar zichzelf op zoek is. Problemen met zijn vrouw. Al zeker nadat zijn vrouw een relatietherapeut heeft ingehuurd. Aha, en dan komen we meteen bij de link. Kun jij beschrijven hoe jouw personage de voorstelling instapt? Voordat alle mensen binnenkwamen, zat ik zeg maar in een caravan verstopt, dat niemand mij zag. En dan ineens kom ik tevoorschijn, dus dat is een hele grote verrassing. En heb jij iets met haar komst te maken in het stuk? Nou, eigenlijk wel, want ik kom er juist achter dat zij in de caravan zit. Want ik ga wat halen uit de caravan, ik doe een kastje open en in één keer zit daar een vreemde vrouw. Dan schrik ik me natuurlijk kapot. En dan, dat is haar eerste moment op het podium ook meteen. Aha. Ja, heel bijzonder. Oké. Okay. Ik weet dat jij in je vrije tijd het ook heel leuk vindt om te acteren. Heeft deze voorstelling jou iets geleerd wat je kunt gebruiken bij andere projecten? Ik leer wel om, zeg maar, boosachtig te acteren. Het is natuurlijk heel leuk om met al die mensen te werken. Ja, samenwerken dus. En van je personage? Was het best wel ver van je bedshow, misschien een heel ander soort personage dat je zelf bent? Mechthild, die praat heel luid en dat kon ik eerst niet echt acteren. Maar nu kan ik dat wel. En heel veel ook bijna schreeuwen, zeg maar. Ah. Is er een scène waar je dat kunt laten zien als voorbeeld? De directheid en luid praten is wel bij de scène van de jager. Oké. Okay. Dus, gaan we die even bekijken? Ja, is goed. Leuk. Oh, u weet niet hoe gelukkig u me maakt. Ik heb al marathon achter de rug, weet u. Dat ren maar, dat schreeuw maar, dat doet maar. En niemand neemt de tijd om even te luisteren. Terwijl dat zo